kut, ik laat hem net los. Kijk, en dan zie je hier, wat jullie de vorige keer nog niet zagen, is, kijk eens, heel netjes gestuukt allemaal. Ja, 3, 2, 1, go. Yes, welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Mijn naam is natuurlijk JJ Boske. Welkom bij een nieuwe aflevering van J-Day. Ik moet het heel even, even beseffen dat ik mijn eigen naam aan het uitspreken ben. En dat dat de naam van de serie is. Ik denk dat jullie het wel begrijpen. Wij zijn op weg naar het nieuwe Day One kantoor. Wat trouwens ook het kantoor is van de Car Parfum. We gaan even kijken hoe ver ze zijn. Hoe ziet het eruit? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Oh, maar dit ziet er wel mooi uit. Het is helemaal zwart geworden. Dit ziet er mooi uit. Kijk, hier komt dus een raam in. Dit wordt mijn kantoor. We hebben een hele fijne aannemer die allemaal kasten gaat maken. Daar komen twee grote bureaus. Hier komt een stoel met nog een stoel er tegenover. Kleed in het midden, tafel. Zodat we hier kunnen zitten en eventueel kunnen vergaderen. Dit wordt echt mijn kantoor en die van Carly. En hier komt waarschijnlijk een soort van, ja, wat is het? Een hele grote Day One tafel waar ook de podcast opgenomen gaat worden. Ze zijn, zoals je ziet, nog volop bezig. Dus dat is wel vet. Geef eens, Ruup. Kijk, dan nemen we het gewoon over, want we kunnen ook gewoon vloggen. Hop. Kijk, en dan zie je hier, wat jullie de vorige keer nog niet zagen, is... er zitten gewoon deuren in de wc's. En daar wordt ook alles netjes gedaan. Heel mooi. En dit is het Walhalla straks voor de jongens. Nou, hier is niet super veel meer gebeurd, hè, Ru? Nee. Nee, hè? Maar hier komt dus de bank. Een hele grote bank. TV kunnen kijken, zodat we alle afleveringen kunnen checken. Hier komen bureaus voor de jongens. Waarschijnlijk een edithok aan deze kant of aan die kant. Dat moeten we nog even bekijken. En dan ziet het kantoor er toch alweer een stuk professioneler uit. Ik ben straks een paar weken in Italië. Omdat ik Bellator moet presenteren, het MMA. En dan gaat dit allemaal gebeuren. Maar kijk, als je nu hier gaat kijken. Vanaf hier... ziet het er wel alweer echt goed uit. Kijk eens, heel netjes gestuukt allemaal. Ja, vet. Dit is wel echt netjes. Dit dan is minder netjes. Dit is nog steeds entree. Maar het ziet er wel al stukken beter uit nu het gestuukt is. Want mocht je niet weten hoe het er eerst uitzag, check dan even de vorige video waarin wij zeggen dat we ook een nieuw kantoor hebben. Dan gaan we ook trouwens in paintballen in die video. Maar we maken dus echt vooruitgang. Dit is dus het Day One kantoor, trouwens, hier. Daar komt nog een, wat komt daar, Ruup? Keukentje. Een keukentje, oh ja, keukentje. En wat wou je daarin hebben? Een koelvries combinatie, hè? Het liefst koelvries combinatie voor de jongens. En wie weet wordt er dan straks daarachter nog een grote gym gebouwd. Maar we maken stappen, hoe vet is het dat we gewoon nu zulke stappen aan het maken zijn met een Day One kantoor. En het vette is dat de Car Parfum dus hiernaast zit. En daar ga ik ook wat leuks voor doen, zodat jullie daar ook mee van kunnen genieten. Want we hebben een speciale actie en die is alleen voor jullie Day One kijkers. En eigenlijk wil ik zelf aan de slag, maar ik kan gewoon niks. Dus ja, dat moeten anderen dus doen. Dit is dus het kantoor van de Car Parfum en Day One. Die hebben we samengevoegd, want dan kunnen we nog beter samenwerken. De Car Parfum is natuurlijk ook een van mijn bedrijven en mijn compagnon. Daar ben ik ingestapt omdat ik het een fantastisch product vind en ik werd die boompjes helemaal zat. En mede door jullie gaat dat heel erg goed. Bedankt daarvoor. We zijn natuurlijk echt een start-up. We zijn nog aan het ontwikkelen en we zijn nog steeds aan het verbeteren. En dat is ook het mooie. Daar probeer ik jullie in mee te nemen. De Car Parfum is echt aan het groeien. En helemaal onder de Day One kijkers. Dus bedankt daarvoor. En daarom hebben wij een speciale actie opgezet. Voor iedereen die Day One kijkt. Maar ik zal eerst heel even uitleggen hoe de Car Parfum werkt. Want dat is wel makkelijk voor de mensen die het misschien niet kennen. Dit is dus de variatiebox. Deze. Daar zitten 6 verschillende geuren in. Dat zal ik je even laten zien. De variatiebox, die bestel je zodat je je favoriete geur tussen die 6 kan vinden. Het kan dus zijn dat nummer 3, dat is bijvoorbeeld mijn favoriet, deze, dat je favoriet is. Dat heb je getest in de auto. Dit is dus echt een testbox. En als jij nou dus je favoriete geur hebt gevonden, laten we zeggen dat het nummer 3 is bij mij. Dan stap je dus over op de 100 milliliter. En die 100 milliliter, omdat jullie allemaal zo trouw kijken en omdat jullie de Car Parfum ook supporten, is nu van 26,95 voor 19,95. Als je naar de website gaat, kan je deze halen voor 19,95. En ik doe er een sleutelhanger bij voor de eerste 100 die het bestellen. En deze ging met Vaderdag echt heel erg hard. Die doe ik er ook bij, daar heb ik er weer 100 van. Gesigneerd en wel, die komen erbij, die worden verzonden. Dus voor de eerste 100 mensen die bestellen. Zo,
Dat was de car parfum. Zo werkt het dus. Het bedrijf gaat fantastisch. We gaan echt door het dak. Er zijn genoeg carwashes die het bestellen. Er zijn genoeg tankstations die het bestellen. We liggen overal. Hoe lekker is dat? Het is zo gek dat je een product opzet en dat het overal ligt en dat je het gewoon tegenkomt. Dus mocht jij nu een carwash hebben of een tankstation, dat kan en je denkt, nou, ik wil de car parfum, bijvoorbeeld de variatiebox of meteen alle 100 milliliters bij ons hebben liggen. Dat kan, moet je even kijken in de beschrijving. Want daar staat ons e-mailadres, dan kan je gewoon een mailtje sturen en dan regelen we helemaal dat dat goed komt. Kan ook als je bijvoorbeeld een snoepwinkel hebt. Oké, genoeg over de car parfum. Ik ga nog even door hier met het kantoor om te kijken waar alles komt. Ik ga nog even wat dingen voor Day One doen, maar we moeten gewoon weer filmpjes maken. Dat is onze core business. Dikke filmpjes maken, vette shit maken voor jullie. Nou, daar gaan we, Ruud. Motorrijles, jij gaat mee. Gooi het er maar in. Ja, jouw spullen. Waar moet je dan zo lachen? Nee, gewoon. Oké. Okay. Ik gooi het wel gewoon in namelijk. Extra shirtje erbij. Hebben we nog meer? Ja. Kut, dan is de shot nu verpest. Zo, het is een partij warm. Niet te doen. Het is, even kijken, 34 graden. Dan is het natuurlijk altijd verstandig dat je gaat motorrijden. Want dan kan je lekker een lange broek aan, een leren jas, zwarte helm, dan zweet je je kapot en dan is motorrijden het mooiste. Daar staat hij, jongens. Goh, wat een ding. Wat een ding. Hij kijkt naar me. Hij zegt, Jake, ik ben ready vandaag weer. We zijn dus nu de garage, bouwplaats, werkplaats van Suzuki. En kijk, dit is er dus eentje. Met deze wil ik heel graag naar Engeland. Dus dat is eigenlijk nu de toekomstdroom is met mijn vader naar Engeland. En dan van Newcastle naar Edinburgh rijden en weer terug. Want dat blijkt fantastisch mooi te zijn. En dat willen we dan eigenlijk met deze motor doen. Dus even kijken wat ze hier nog meer qua motoren hebben staan. Hoho, deze 750. Jongens, kijk eens. Ja, ik denk dus dat deze eigenlijk stiekem het beste bij mij past. Ho, dik hoor. Maar ja, als je van die GSX S750 naar hier gaat, de Katana, vond dat daar trouwens nog best wel wat commentaar op kwam. Is ook wel netjes hoor. En dan hebben we onze stoermotor weer. Dus ja, er zijn genoeg keuzes. Veel te veel keuze eigenlijk. Maar die is wel heel sexy hoor. Deze is wel echt heel sexy. Oké, deze hebben wij dus 2 jaar geleden gekocht en die is echt pas 1 keer gebruikt. En gaat het vandaag lukken om hem te gebruiken, Ruben, denk jij? Oké, want het is namelijk 35 graden, letterlijk en figuurlijk. Dus Fred, ja, daar staat hij, de legend himself, heeft besloten dat we hier gewoon op het terrein blijven en gewoon allemaal oefeningen gaan doen. Wat natuurlijk best wel confronterend is, want nu gaat iedereen zien of ik wel of niet kan rijden. En hoe lang heb ik niet gelest, Fred? Week of? 4. 3, 4. Het voelt als 14. Maar we gaan vandaag weer vlammen, dus ik ga me omkleden. En we gaan in dit zwarte motorpak gehesen worden. Net omgekleed en de zweetdruppels vallen al van mijn hoofd af. Dus ik ben mijn broek vergeten, dus dat is ook lekker, kijk. En we gaan rammen nu. Let's go. Zijn we weer. Ja, deze is het allermoeilijkste, vind ik. Fuck die beugel. Oh. Weer die. Kut. 2. Sorry. Ik ben alweer aan het schreeuwen. Ik ben dus veel te fanatiek voor dit soort shit, hè. Veel te fanatiek. 4 weken niet gelest en meteen moet alles weer goed gaan. Maar ja. Dat moet ook als je zo goed bent als dat ik denk dat ik ben, maar toch eigenlijk niet ben.
één hand, Kangeloel. Hop, niet geoefend, 4 weken lang, hij doet het met één hand. Is dit nog goed, Fred? Of, Hij wordt soms een beetje overmoedig, hè, wordt hij. Dan gaat hij alles weer met één hand doen. Hè, zo. We gaan zo weer terug naar de langzame slalom. Dus dan, weet je, dan komt het wel weer goed. Zetten we hem met beide beentjes op de grond. Ja, dat doet hij alleen voor de video, hoor. Ja, voor het film. Hallo! Status update is dat ik het motorrijden niet verleerd ben. En dat het goed gaat en dat het tijd wordt om de theorie te gaan halen en af te gaan rijden. Maar dan wil ik eerst nog wel echt een paar keer goed lessen. Want ja, het moet wel er echt goed in zitten. Anders sta ik gewoon voor lul straks. Maar ik heb wel echt de liefde voor de motor gevonden. Als ik ook aankom, dan denk ik echt, ik heb zin om motor te rijden. Oké, Fred, wat gaan we nu doen? Salto? Wegrijden parkeervak. Wegrijden parkeervak. Ja, weet je die nog? Nee. Nou, gaan we even voordoen. Gaan we vertellen. Ja, oké. Okay. Voelt het nog? Met ja. De hitte? Appeltje eitje. Appeltje eitje. Beter, hè? Hey Fred, hebben we volgende week weer? Ja, maar het mooie is, neem ik Ruben weer mee. En laten we Ruben ook een kwartiertje rijden. Tuurlijk. Waar gaan we daarheen? Dan gaan we weer daar naartoe. Ja, is goed. Dus dat gaan we doen, ja? Volgende week vrijdag, Ruben, gaan we nog een keertje. Gaan we weer lessen. En dan gaan we even kijken of jij het kan. Waar ben je er klaar voor? Ben jij klaar voor? Dat weet ik niet. Hoezo ga je ineens zo raar doen? Als de camera aanstaat, ben je er klaar voor of niet? Ja. Ja? Ja. Duidelijk. Nou, dat is mooi. Ruben gaat rijden volgende week vrijdag. Geef het daar met mij. Als Fred durf ik het wel aan. Kijk hoe blij die is. Ja, tuurlijk. Oké, dat was motorrijles nummer 4 of nummer 5. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij ging dat best lekker, toch? Of niet? Laat even weten in de comments wat jullie vinden van al deze motorrijlessen. We moeten natuurlijk nog op zoek naar een motor. Dat is heel erg belangrijk. Daar heb ik jullie hulp bij nodig. Maar ja, Jay, misschien is het vet als je deze motor neemt. Zou kunnen. Het moet wel Suzuki zijn. Want dat heb ik afgesproken met ze. Daarom zijn we ook hier. Dus laat even weten welke Suzuki het moet worden. En is het misschien leuk om de motor van te gaan doen? Vlekken eraf. Abba. Ja, daar zijn we. Een goede middag, morgen of avond. Ik weet niet wanneer jullie kijken, maar ik had beloofd de camera af en toe wat meer mee te nemen in de dingen die ik doe, wekelijks. En toen ik gisteren in mijn agenda keek, toen dacht ik, holy shit, ik ga gewoon weer wat vets doen. Ik doe een nieuw programma presenteren, dat heet De Kampioen op Nickelodeon. Is nu ook te zien op een YouTube kanaal. Daar heb ik heel veel plezier in. Ik vind het heel dik. Ik mag namelijk met topsporters allemaal hele vette shit doen. Ik heb al een keer met het Olympisch team schoonspringen getraind. Zo, daar moest ik even over nadenken. En ik ben al een keertje wezen skateboarden met Kate. Zij gaat ook naar de Olympische Spelen. En vandaag is een bijzondere dag. Want vandaag ben ik in Breda bij de Parel van het Zuiden. We gaan voetballen in dit stadion. Let op. Je mag dus gewoon hier naar binnen lopen zo. Dit kan toch niet zomaar, jongens. Dit is heel, 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 heel dik, hoor. Wij gaan op dit veld vandaag voetballen. Dus dit is dus voor een nieuw programma dat ik op Nickelodeon presenteer. Zoals ik al zei, De Kampioen. Ga dit even checken op het Nickelodeon YouTube kanaal. Ja, dit zijn toch die dingen die als je dan 's avonds in je agenda kijkt, denkt,
holy fuck, ga ik dat de volgende dag doen? Daar ben ik gewoon nog elke dag echt serieus heel erg blij mee dat ik dit soort dingen mag doen. En nu gewoon dus weer even ergens gaan voetballen zomaar, omdat het mag en kan. Ja, het is heel dik. Dan gaan we het veld op. Kijk nou jongens. Dit is dus de beker. Die doet iedereen waarmee wij een aflevering maken, doet die signeren. En die beker die kan je dus winnen als je naar de Instagram gaat van Nickelodeon. Want daar staat de prijsvraag. Maar kijk eens hoe goed die staat in dit stadion zo. En het is, ik moet eerlijk zijn dat het stadion, als je er zo in staat, voelt die best wel heel erg groot. Dat had ik een stuk minder toen we de vorige keer in het Sparta-stadion waren. Die voelde wat minder groot. En deze voelt echt wel kolossaal. Ik weet niet eens hoeveel mensen erin kunnen. Weet je hoeveel mensen erin kunnen? 20? 15? Nou, ik weet het niet. Laat maar eens even weten hoeveel dat is. Ik zoek het zo misschien nog even op. Maar ik heb hier zo meteen dus een gast uitgenodigd. Zij heet Esra. Zij kan fantastisch goed voetballen. En zij gaat mij vandaag hier op dit veld wat dingetjes leren. En dan gaan we daarna nog een kleine competitie opzetten om te kijken wie er beter is. Ik hoop dat het latje tik wordt, dat we gaan schieten op de lat. Midden in het stadion zou echt wel heel erg dik zijn. Maar voor nu ga ik me eerst zo meteen even omkleden, want we moeten natuurlijk wel onze sportspullen aan. Jongens, en dit is Esra. Hi. High five. Esra kan dus fantastisch voetballen. Ja, en zij speelt, waar denk jij dat zij speelt? Zij speelt bij de jongens. Hoe heet het team ook alweer? Sporting Martinez. Sporting Martinez, bij de jongens. Ze speelt voor Jong Oranje en Ajax. Dus ze kan behoorlijk goed voetballen. En zometeen gaat zij mij een Around the World leren. En daarna ga ik er keihard in maken met latje tik. Nee, toch? Nee. Wat zei je? Nee, het gaat niet gebeuren. Jammer, ga jij maar vast jezelf omkleden. Dan ga ik hier vast wat push-ups doen, rondrennen. Wil je dan dat ik zometeen goed mijn best doe en je echt inmaak? Of zal ik je gewoon... Ik moet wel goed mijn best doen. Oké, nou zie ik je zo. Gaan we nu de kleedkamer in van de spelers. Holy shit. Dit is wel een serieuze kleedkamer. Zie ik hier nou mijn naam staan? Oh nee, Jean-Paul, Nancho, Arno Verschuren, Hussein, Giel, Nick. Waar ga ik zitten? Ga ik bij die van Sydney? Ja, ik ga wel bij die van Sydney. Ik ga op jouw plek zitten, man. Ondertussen heb ik, als het goed is, het keepershirt aan, aangezien en niet zijn mijn maat was. Dan gaan we zo meteen hier, in dit stadion. Dan ga ik even Esra daar van de mat spelen. En misschien daar, daar is ze al. Ben je klaar om van de mat gespeeld te worden? Ja. Je wordt een makkie voor mij, hè? Nee, hoor. Oh, blufferd. Dus het nieuwe NAC-shirt heb ik aan. Ik weet niet of die veel te groot is, maar het zit wel lekker. Ja, dat was hem vanuit het NAC Breda stadion. We hebben hier opnames gehad voor Nickelodeon, zoals ik al vertelde. En ondertussen heb ik iets bedacht. Misschien wel een nieuw leuk format voor Day One. Hoe vet zou het zijn als wij in Nederland alle voetbalstadions afgaan en we beginnen gewoon met voetbal. En dan gaan we alle stadions gaan we checken. Wat valt er te doen in het stadion? Ik zag hier achter net een plek met allemaal kleren en allemaal shirts en faantjes hangen. En ik wil eigenlijk ook naar alle skyboxen kijken. Misschien hebben ze wel een gym. Ik denk dat we met Day One gewoon langs alle stadions moeten gaan, alle topclubs in Nederland, alle profvoetbalclubs in Nederland en gewoon eens een kijkje gaan nemen in het stadion en waar ze trainen. Zouden jullie dat vet vinden? Laat dan ook even weten in de comments naar welke clubs we toe moeten. Want dat lijkt me echt een hele leuke. We hebben weer wat nieuws. En toen ik hier liep, zo door het hele stadion heen van NAC, toen was er zoveel moois te zien. Dus ik denk dat we hier misschien wel moeten beginnen. Ja, dames en heren, we zijn bij Kia en zoals ik heb beloofd, zouden wij onze tweede bedrijfswagen ophalen. En die staat heel toevallig hier. Wat zonde is dat ze ons volgens mij wouden verrassen. Want de vorige keer zei ik, maar ik vind het toch zonde dat mijn Kia Stinger niet onder een doek zat. En nu denk ik dat ze hem wel onder een doek zouden willen doen. Maar dat doek ligt hier. Ja, ik denk niet dat nog gaat gebeuren. Maar voor de rest, kijk eens jongens, bedrijfswagen nummer 2. Dit is de auto waar we alles in gaan vervoeren. Camera's, alles erop en eraan. En dit is wel een dingetje hoor. 1.6, iets meer dan 200 pk. 204 of 207? 204 hè Ruben? Ruben is natuurlijk mee. Ik ben hier weer fantastisch blij mee. Want wie heeft er nou twee bedrijfswagens en één volledig nieuwe? Want deze is namelijk volledig nieuw. 0 kilometer op de teller en die komen we vandaag ophalen. En wie mag hem als eerste mee naar huis nemen? Ja. Yes. Ja. Ja, nice. Ja hè?
Ja, echt zin in. Ben je de... Jij hebt al heel veel reviews gekeken, hè? Ja, stiekem best wel eigenlijk. Ja. Ik denk dat de mensen van Kian zo meteen komen verrassen met de sleutel. Dat zou leuk zijn. En dan gaan we dit beest eens even uittesten. Ja, Ruben in ieder geval. Kijk, daar zijn ze. We wouden het doek er nog op doen. Je wou het doek er nog op doen? Ja. Ja, omdat dat de vorige keer niet helemaal is gelukt. Nee, ik was er niet bij. Het maakt helemaal niet uit, want hij ziet er zo in de zon ook goed uit. Maar wat we wel kunnen doen, is natuurlijk nog even het doek erop doen. En dan doen we gewoon alsof we wel... Ja, zullen we dan even verrast reageren? Ja. Dat gaan we doen. Zijn jullie er klaar voor? Dit is onze nieuwe Kia. De X-Seat. Ruben, ready? Ja. 3, 2, 1, go. Oh. Allermooiste is, kijk even, wat we ook achterin hebben liggen. Onze winterbanden. Bam. Kijk. Zwart op zwart. Dit is fantastisch. Even de bril af. We hebben deze al een keer getest toen we in Duitsland waren met Nienke. Ik laat jullie die video zo nog wel even zien. Of check even het ietsje hierboven. Maar dit is dus een auto waar wij heel content over waren. Dus toen dachten we, die doen we er ook gewoon bij. Hoe tof is dat? Dus we gaan deze ook de weg op slingeren. Ruben neemt hem mee naar huis. Ik ben hier weer fantastisch blij mee. We gaan heel lekker met Day One. We zijn grote stappen aan het maken. Dat komt allemaal door jullie. Daar ben ik heel blij mee. Dus blijf vooral onze video's kijken. Want dan kunnen wij leuke dingen blijven doen. En jullie krijgen dan leuke content van ons. Hebben we de sleutel? Zeker. Kijk. Alsjeblieft. Daar zijn we, jongens. Hop. Tweede auto. Hop. En kijk, dat is, maakt niet uit bij Kia. Je krijgt altijd die fijne sleutel. Alleen deze is vierkanter dan die van de Stinger. De Stinger is rond. Dus dan zie je ook meteen dat verschil. Maar het is wel weer een beuker van de sleutel. En even kijken of die het doet. En kijk. Gaan ze dicht? Ja, we zijn er. Achterbak. Achterbak. Zeg maar wat je wil. Stop maar. Gaan we naar beneden? Ja. Er is maar één ding echt belangrijk en dat is dat jij de sleutels vangt. Hop. Je wordt gewoon goed erin. Ja, het is, je pakt ze tegenwoordig ook heel relaxed. Kijk, Luc, daar staan ze. En hoe? Ja, en hoe? 3, 2, 1. Hoezo gaat hij nou niet open? Oh ja, gaat hij. Ze staan nu beide hier. Let op. Daar zijn ze. Wauw. En er komt waarschijnlijk voor het einde van het jaar hopelijk nog een auto bij. Daar zijn we nu ook nog naar aan het kijken. Want we moeten natuurlijk wel een feestje maken bij Day One. En we moeten nog op zoek naar gewoon weer een auto erbij. En dat is ook weer een leuke serie. Dus dat gaan we ook doen. Gaan we weer. Graadje of 233 denk ik. En we gaan weer motor rijden. En het mooiste dat Ruben mee is. En dat Ruben vandaag zelf ook een stukje mag gaan rijden. Ja, Rup, je eerste motorrijles, jongen. Nee, ik moet nog even wennen, want vandaag is een dag dat eigenlijk alles tegen zit. Maar dan is het juist heel lekker om op de motor te stappen. Want dan kun je even alles vergeten, kan je een beetje rijden, een beetje chillen. En op de motor kan je maar op één ding focussen. En dat is motorrijden. Ja, ik denk dat we de volgende keer eens even gaan kijken welke motor het gaat worden, jongens. Dat is ook wel leuk. Zetten we even 3, 4 motors naast elkaar. En dan mogen jullie meehelpen kiezen met wat het gaat worden. En dan ergens gaan we een keer echt een epische unboxing doen. Oké, genoeg geluld. Ruben, stap in de wagen. Ik zie je bij waar we gaan rijden. Heb je dan weer je handschoenen aangedaan voordat je je helm opdeed? Nee, maar dat komt goed. Let maar op. Je bent gewend ondertussen. Welke oefening is dit? Dit zijn de remoefeningen. We hebben 3 verschillende remoefeningen. Precisiestop, noodstop en gewoon een remproef. Kut, ik laat hem net los. Ja, is terugschakelen mag in. Ja, ja. Ja, dat sowieso. Want nu ga je. Oh ja, ik moet nog terugschakelen. Ja. En alles op het laatste moment. Dan wordt het nog beter. Fucking hell. Je mag best een beetje bij dichtbij komen met die camera, Ru. Als het kut gaat, mag je het ook filmen hoor. Dat is geen enkel probleem. Dat hoort er gewoon bij. Ik heb wel 3 keer nagedacht over mijn handschoenen hier in die bosjes te gooien en die motor te laten vallen, maar voor de rest prima. Ja, het is nog helemaal heel. Het is maar 1 keer passen. Ja. We houden het bij 1 keer, hè? Ja, 1 keertje laten vallen. Dat gebeurde toen ik... Dat was heel treurig.
Dat was niet eens toen ik aan het rijden was. Nee, dat was gewoon in stilstand. Dat was gewoon in stilstand. Let ik niet op, liet ik hem vallen. Ja, hoe komt dat schade op de tank? Jas. Wat gaan we doen? Zullen we snelle slalom doen? Ja, die vind ik het allerkutste, maar het is wel leuk. De makkelijkste. Ja. Oh, de snelle slalom. Snelle slalom. Oh ja, nee, die is niet zo moeilijk. Ja, die langzame, dat zit nog op. Die langzame zit, ja, die is ook kut. Nou, best goed. Redelijk warm. Je ruikt het ook. Je ruikt naar rubber. Oh. Terwijl ik de meest frustrerende rijles tot nu toe heb, die echt verschrikkelijk gaat, gaat Ruben volgens mij best wel lekker. Hij ziet er niet heel hip uit, maar dat gaat oké. Okay. En? Gaat best goed. Nog niet afgeslagen. Nee, het afslaan is ook niet het probleem. Maar het echt rijden zo meteen. Ah, hij ziet er goed uit. Het is alleen jammer van die broek, maar voor de rest prima. Zo hoor je te rijden. Oh, hij heeft wel echt gevoel ervoor. Hij doet het heel erg goed. Het is wel leuk, want mijn frustratie gaat een beetje over. Als ik kijk naar Ruben en hoeveel plezier hij dan heeft. En hoe goed hij het eigenlijk doet. Hij doet het echt fantastisch. Het is de eerste keer, hè, dat hij gaat motorrijden. De eerste keer in zijn leven. Hij heeft nog nooit een les gehad. En toen ik net afstapte, toen zeiden we gewoon, ga maar. Ga het maar even een keer proberen. Fantastisch, toch? Het is leuk dat hij zo goed gaat.